Yes, welkom bij Man Kom Uit Je Grot Zoom Sessions, tweede editie alweer. En je weet het is onze missie om met elkaar en met andere mannen de brug te slaan naar wie we willen zijn. Een goede man, een goede echtgenoot, entrepreneur, werknemer, you name it. En doorgaans doen we dat met onze Man Kom Uit Je Grot bijeenkomsten, maar ook met onze inspirerende Man Kom Uit Je Grot Zoom Sessions. En we got a very special guest in the building today. Papa Jay! We Ja, ja. gaan je natuurlijk zo meteen je mooie jasje van het lijf vragen. Maar als eerst, voordat we daarheen gaan, de vraag hoef ik eigenlijk bijna niet te stellen, maar waar kunnen mensen jou van kennen? Mensen kennen mij van het programma Een Huis Vol. Alleenstaande vader met vijf diamanten die rondlopen. Aha. En energievraag van de vader. Ja. En de snoepjes zijn lekker, maar daar kennen veel mensen mij van. Ja, man. Alright, alright. En wij hebben, kijk, onze Man Kom Uit Je Grot, de topics die wij aanhalen, die centraliseren zich eigenlijk rondom de hamvraag. En dat is deze vraag: wat betekent het voor Papa Jay, wat betekent het voor jou om man te zijn? Wat betekent voor mij is het als man zijnde zoon van God, is het om bergen te verzetten waar je vandaan komt, waar je staat, moet bouwen om van jezelf te houden en dicht bij hem te zijn. Waar kom je vandaan? Ik kom van mijn vader en moeder, nee, maar ik ben op Curaçao geboren. Ja. En ik was 13 toen ik naar Nederland kwam. Oh ja. En dan heb ik een tijdje bij mijn tante gewoond. En in het programma zie je ook dat ik bij Nederlandse mensen heb gewoond. Dat noem ik ook mijn pa en ma. Toen ben ik vader en moeder, maar pa en ma. Oh, en daar heb ik ook gewoond. En daarna, kort daarna ben ik getrouwd. En ondernemer, werk hard. Ja. Positieve energie investeren in jezelf en dankbaar zijn. Dus natuurlijk, je hebt een jeugd, je hebt dat geleerd van je ouders, je hebt dat geleerd bij Paima en op een gegeven moment kom je te staan als vader, getrouwd en noem maar op. En dan ga je halen wat, weet je, wat werkt er nu voor mij? En op het moment dat ik bijna 5,5 jaar geleden, dat ik alleen kom te staan voor met mijn kinderen, ben ik naar God toe gegaan, kinesiologie. Op mijn knieën van vader, ik heb wijsheid nodig. Snap je? En dan ga je gewoon kijken, oké, wat heb ik geleerd van mijn ouders? Wat heb ik gezien bij mijn tante? Wat heb ik geleerd en gezien bij Paima? Wat kan ik nu toepassen in mijn leven? Ja. Weet je? Zodat ik verder kan gaan. En op een gegeven moment ga je die dingen toepassen. En dan zegt God, ja, maar nu ben ik. En toen was het voor mij dat punt gekomen na 9 maanden, dat ik de keuze heb gemaakt van vader, ik heb wijsheid nodig. Hoe moet ik het gaan aanpakken? En het begon met het stukje, ik ga je voeten wassen. Ik wil je dienen. Om niet te zeggen dat het mij niet lukt, maar vader, ik heb wijsheid nodig. Je moet ons vertellen, want er is zo'n beeld dat ouders die kinderen dienen, kan misschien error veroorzaken bij mensen die misschien nu kijken. Ja. Er is een bepaald idee dat een kind zijn ouders hoort te dienen. En nu horen we jou zeggen, de ouder dient het kind. Ja. Vertel ons, nou, wat betekent dat precies? Dat houdt in het moment dat jij vader wordt. Ja. Ja, het is heel simpel, het baby wordt geboren, kan niet, zelf douchen enzovoort. Dus eigenlijk het is heel simpel, buiten dat je geloofd bent of niet, je moet het kind douchen. Ja, afhankelijk. Je moet het kind eten geven, je moet daar zijn, s'nachts, noem maar op. Maar het kind wordt ook groter. En je kan heel makkelijk het vlees uit de mensen zijn toepassen van ja, nou ben je oud genoeg, dan kan je het zelf. Maar dat, zo werkt het niet. Omdat nou komt een stuk dat het kind kracht nodig heeft. Snap je? Ja. En die hebt wijsheid nodig. En dat je je kind naar je toe trekt van ik wil je dienen. Wat zit je ermee? Vind je het moeilijk in huiswerk? Weet je, mijn dochtertje, al mijn kinderen heb ik leren fietsen. Daar ben je nog steeds als vader. Je kan moeilijk dat fiets geven. Ga maar. Nee. Dat is het niet. Dienen is, zolang ze thuis wonen bij mij, ben ik daar, gaan ze uit huis en dan gaat het verder. Als het gezond is, gaat het verder. Omdat, het zou gek zijn, Talita trouwt,
ik word opa. En dan zeg ik, papa, kan je oppassen? En het is klaar niet, het gaat verder. Omdat wat gebeurt er, het is een cirkel, het is een blessing. En dan zeg je, ja, breng voor papa, dan kan jij je ding doen. Dus dan ben je nog steeds als vader daar. En dat heb ik niet bij mijn ouders zo gezien. Op het moment dat ik stilstond, naar alles wat er om me heen is gebeurd, is heel veel gebeurd. Maar dan zeiden, ik moet mijn zoon, ik moet er zijn voor hem. Snap je? Dus ik ben mijn ouders ook gaan dienen. En hoe doe ik dat? Het stukje dat ik hun toevertrouwd met... Het zijn mijn kinderen, het klinkt raar, maar je bent oma. Maar ze moeten ook eten. Het is heel gek. Je gaat werken, maar je moet zorgen voor allemaal. En dan gaat God jouw rug groter maken, omdat je ouders zijn er voor je. Mm-hmm. En je moet ook als vader zijn voor je eigen kinderen. Maar ook je moeder en je vader de liefde. Hey, ik heb veel gehuild bij mijn moeder, bij mijn vader. Ik kan me nog herinneren dat ik aan het slapen was. Mijn vader is totaal niet gelovig. Nee. Ja, die hebben heel veel respect voor het geloof. Maar op het moment dat ik sliep, midden de nacht, stond mijn moeder hield mijn voeten vast. En mijn vader stond gewoon erachter. Die denkt, ik moet het doen van mijn vrouw. En dat is ook dienen. Dan zag je dat respect. Dat mijn moeder zegt, je bent als vader, maar je komt hier staan bij mij. Ja. Om het voor te zetten. Om de hemelse geles. Als we vader zijn, als autoriteit. Ja. Mijn moeder bad voor mijn voeten. In de nacht. En ze zegt, God heeft me wakker gemaakt, Jonik. Blijf liggen. En zij bad dat ik mijn pad zou bewandelen hoe het moet zijn. Niet hoe wat mijn moeder wilde. Omdat dan heb je ook dat stuk. Dat jouw moeder wil dat jij iets doet. Ken je dat? Haar leven door ja, jou. Ja. En ja. Zo werkt God niet. En daar is het woord dienen. Ja. Ik zeg Danilo, wat wil jij? Wat is jouw droom? Hoe kan ik je helpen? Kan ik je droom? Snap je? Ja. Hoe doen we dat? We spreken leven erover. En, je wil een t-shirt laten bedrukken met een logo of iets. Wat kost dat? Hoe ben je bereid om iets te doen? Omdat je krijgt 5 euro of 1 euro. Maar, ik wil bouwen. Ga je sparen? Omdat dat, snap je? Ja. Dus dat stukje, dat is, Man, dat voeten wassen vind ik zo powerful. Dat wel. Omdat natuurlijk, als je erbij stilstaat, dat je de rest van je leven moet lopen op dat wat je voortbrengt. En vooruit hoort te brengen. Dat hoor je te onderhouden. Ja, klopt. Ik vind het zo'n krachtig symbool dat je als vader de voeten van je kinderen wast. En daarmee eigenlijk het leven bekrachtigt. En eigenlijk zijn toekomst bijna bezalf. Weet je, dat je bijna eigenlijk het pact al helemaal juist wegzet voor het kind. Klopt. En dat is diep. Dat gaat heel diep. En dat is in alles zo. In kleding en alles. Ik wil jou dienen. Ik wil gewoon voor je zijn. Als vader, als een grote vriend. En ook soms moet papa ook nee zeggen. Maar ik geef hem een nee met een reden. Ik geef hem een ja met een reden. Ja. Het is nog steeds aan jou. Snap je? Omdat je kan zeggen, papa, ik vind het niet lekker. Daar hou ik van. Dan heb je een mening. Dan ben je eerlijk. Waarom vind je het niet goed? Wat doet het jou? Als ik jou nee zeg, dat je niet naar buiten mag. Omdat ik wil dat horen, dan kan ik je uitleggen dat nu misschien niet de juiste tijd is om naar buiten te gaan. Snap je? Wat ga je buiten doen? Wat is je invloed buiten? Snap je? Ja, ik snap hem, zeker. En alles, een van jouw phrases is alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Wat jij zegt, leg ik vaak zo uit. Als ik mijn kind waarschuw om niet over de reling van een balkon te gaan, dan is dat vanuit liefde, want ik weet dat je de pletter van het wel doet. Snap je wel? Het zal misschien niet liefde klinken. Ik hou van je, hè? Dat zeg je achteraf. Ja, je bent vader geweest. Ja, precies. Maar jouw verhaal van voeten wassen doet mij denken aan het verhaal van Jezus die van zijn discipelen was, het Bijbels verhaal. En dan rijst in mij de vraag, hoe impactvol is het geloof voor jou? En hoe uitzicht dat in je dagelijks leven? Het geloof heeft een heel grote impact. Waarom? Ik ben God gaan dienen. Ik heb een keuze gemaakt toen ik 14 was, 14, 15, dat ik zeg, ik wil je dienen. Ik wil God volgen. En dat heeft te maken als 9-jarige jongen. Ik woonde op Curaçao. En ik speelde honkbal. Ik deed heel veel sport. Ik ben gek op sport. Heel veel. Mijn week die was gewoon vol met sport. Dat komt door je ouders ook. Hè. Ik mocht voetballen. Ik mocht karate. Ik mocht honkbal. En alles past in het systeem. Ja. Snap je? En toen kreeg ik een bal tegen mijn slaap. En heb ik
zwaar in ziekenhuis gelegen, zwaar aan medicijnen, epilepsie, heel zwaar, ongelooflijk. Ik ben rechtshandig, linkshandig geworden door die klap op mijn slaap, op mijn hersens. Echt? Dat ja. Heel mogelijk was. Ja, ja. De bedrading in je hoofd die dan... Je moeder, draai om. Nee, maar... Het gebeurde. En heel zwaar epilepsie gehad, dus constant, heel zwaar. Tot kwijlen aan toe, weet je, ik kon in de zon. Vrienden die ik mee buiten speel, die komen halen mijn fiets met de helm om met mij buiten te zijn. En die zijn er nog steeds in mijn leven. Hè. Dat is geen grap. Het geval dat je zou vallen. Ja, ik mocht niet zwemmen. Of als ik waar, dan moesten mensen mee. Dus, ik heb ook geen zwemdiploma, maar ik kan me wel redden. Jawel. En medicijnen waren zwaar voor mijn ouders om te betalen. Echt zwaar. Op Curaçao was het gewoon niet te betalen. Gewoon echt niet te betalen. Mijn tante werkt hier in het ziekenhuis waar ik kom te wonen. Mm-hmm. En die zei tegen moeder, ze gelooft dat God een plan met mijn leven heeft. Mm-hmm. En vertrouw je mij toe om, weet je, hier naartoe Nederland te komen wonen en noem maar op. Mm-hmm. Dan moet je je voorstellen als vader, als moeder, een keus dat zij moeten maken. Mm-hmm. Maar het mooiste wat ik vond, is dat aan mij vroegen. Mm-hmm. Omdat je vader gaat wel een deel van je leven mis als vader zijn in relatie met je zoon. Begrijp je dat? Ja. Je moeder ook gaat een bepaalde ontwikkeling niet meemaken in je leven. Mijn vader helemaal. Omdat ik ben zijn grote broer. Weet je, we zijn maten. Maar mijn ouders, ik geloof zeker dat ze ooit die vraag hebben gehad. Zijn jullie bereid om je zoon los te laten? Het is best wel vroegtijdig. Maar ik was alweer 12, 13. Ja. Snap je? Ik was al die jongen, ik wist wat ik wilde, wat ik nu ook doe in mijn werk, wist ik toen al wat ik wilde. Ik ben in Nederland gekomen en we zaten in een huisgezin van mijn tante, zijn voorganger. En ik zat in het raam naar buiten kijken waar aan het bidden zo'n bid stond. En ja, ik kan je niet zeggen van iemand sprak tot mij, voor mij was het van, hè? Is dat een engel? Je kon dat woord nu niet geven dat het een engel was. Of voor mij was dat er iemand vragen mij, wil je echt God dienen en dan gaat hij jou genezen. En ik kijk zo, ik zie iedereen bidden en ik denk, ben ik nou de enige die dit ziet? Omdat mijn tante keek ook nog naar mij, van, weet je, we zijn bijna uit je met je man, weet je, het was vrijdagavond, weet je, je bent 14. Je denkt misschien doen ze, ik ben wel in Nederland, weet je, ik ken niet iedereen, maar dat was het wel zo, snap je? En ik denk, en dan nog een keer van, Jornik, ben je bereid om God te dienen, niet mij. Dus het was niet dat God dat aan mij vroeg. Dus dat je het vraag krijgt, Jay, wil je mij dienen? Nee, het was Johnny, ben je bereid om God te dienen? En voor mij was het weet je, ik dacht dat hij met iemand zwanger was, dat was uiteindelijk een engel. Nu, weet je, toen was het... Kwam je er ook net zo... weet je, het maar was... Maar inhoud weet ik nog niet, maar het voelt oké of zo. Ja, precies. En voor mij was het en was klaar. Misschien was afgelopen, wij gingen naar huis, mijn tante, ik zat in de auto, ik ging naar huis. Zochtens zei ik tegen mijn tante, van joh, ik was altijd daar te bidden en iemand vroeg mij als ik God wil dienen. En ik zei ja. Toen zei ze, ja, hoe zag die persoon eruit, weet je? Ik dacht, ja, sowieso. En toen zei mijn tante, het is een engel. Naar de kerk en toen ga je een beetje bijbelstudie volgen en dan, ja, dit heb ik meegemaakt. Sarah, ik was een engel. Ja, wil je jezelf laten dopen? Ja. En tot de dag van vandaag waar ik hier zit, heb ik nooit meer epilepsie gehad. Ik heb nooit meer epilepsie gehad. Omdat ik heb gezegd dat ik hem wil dienen. Het heeft niks te maken met de kerk en handen omhoog en dit en zus, de ziel het is gewoon puur. Voor mij heel erg wil je mij dienen. Ja. Daarom ben ik ook heel sterk naar hem toe. Als dingen mij in mijn pad komen die niet, denk ik, vader, kom erin. Voor u, kom erin, omdat anders gaat het mis. Ja. Dan gaat mijn vlees regeren. Begrijp je dat? We zijn van vlees en bloed. Ja. En we zijn in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Nee. Jay, ik vraag me af, toen dit programma op jouw pad kwam, wat jou de status van bekende Nederlander heeft gegeven, dacht je op dat moment, hey, this is him? Nee, ik sta het zelf totaal niet in van, je bent bekend, je praat met je. Nee, ik sta er totaal niet zo in. Maar ik heb gezien dat God de deur heeft opgemaakt om naar de anderen te luisteren. Ja. En dat je kan delen wat voor jou, als je bereid bent om, als ik je vertel, zo loop ik naar het winkel, ben je ook bereid? Dan doe het. Snap je? Ja. Maar ik zie mezelf niet van, ik weet het beste. Never ever. Ik zie mezelf, als ik voor jou iets kan betekenen,
ben ik daar? Het moet de reden zijn dat ik, weet je, dus met zoveel kinderen in de buurt, waar ik ook ben, op straat, van opa, oma tot volwassen vaders, die niet weten, die een reglement zijn ingestapt om hun kind te kunnen bouwen, weten niet hoe ze moeten pakken. Ja. En daar, zelf daarin ben ik ook bereid om met die vader te praten. En hoe kwam dit programma op jouw pad? Hoe, weet je dat nog? Ja, ik weet het heel goed. ik doe heel veel voetbal, street league, straatvoetbal met Feyenoord. Ja. En ik was winterkampioen. Je was voor de winter bij als je al klaar was. Je wist al van nog een paar wedstrijden, je bent kampioen. Ja. En toen was er een soort organisatie. Daar gingen ze met in de wijk. Iedereen die wat doet, gaan ze eten. Noem maar op. En toen zei een mevrouw die aan de mensen vertelde, Jay, ze noemen papa Jay in de buurt. Je moet Jay, hij doet voetballen en dit, dat, hij. Je moet hem uitnodigen. Ja. Toen was ik net een stukje, weet je, van vader, ik heb je nodig. Weet je bent moe, maar je kinderen slapen. En toen in de buurt stond een mevrouw bij mij voor de deur. Die zegt, joh, je doet straatvoetbal met Feyenoord. En ze hebben een etentje voor iedereen die wat doet in de wijk. Maar dat is daar en daar. Ik zeg, oké, leuk, dan neem ik die kinderen mee. Ja. Niet mijn kinderen, maar de voetbalkinderen. En mijn eigen kinderen erbij. Ik had al 8, 10 kinderen en toen was er nog 5 van mij nog erbij. En Danilo die speelde al ook in die voetbaldinges. Ja. En we zijn daar naartoe gegaan. En toen was een mevrouw van de Tweede Kamer was daar ook. Voor de wijk, die staat voor cultuur en enzovoort enzovoort. En zij wil zo graag een foto van mij maken. Ja. Met de kinderen, van voetbal, leuk, weet je wel. Maar Felix was heel jong. Kleine meisje, kinderwagen. En die was van, mijn vader gaat, wacht even, die papa. Ja. Ik zeg, maar ga even bij Tarita zitten, papa gaat de foto. En die mevrouw die zei, ga even bij mama zitten. Nou, toen keek Felix van, mama. Ik keek die mevrouw aan. En ze zegt, dan gaan we nu een foto maken. Weet je wel, die kinderen zo. Ja. En toen ging Felix zitten, echt mij in de gaten houden met Tarita. Nou, zo dan een foto gemaakt, klaar. En toen zei ze van, ik sta voor jong cultuur, weet je dit en dat. Wie ben jij? Weet je, je bent kinderen, maar mama. En jullie keken allebei zo verbaasd. Je zegt mama. Oh, staat hem wel door. Ja, zeker. Dat zijn die moeders van de generatie, weet je. Die is een hele lieve vrouw. Ik heb nog steeds contact met haar. En toen vertel ik haar, ik ben ik zorg alleen. Ik heb volledig. Het was meer, de alleenstaande vader nog niet, maar het was meer. Ik heb de volledige zorg gekregen van de moeder om voor mijn kinderen te zorgen. Okay. Toen was het, ben je alleenstaande vader? Toen heb ik kennis gemaakt met het woord alleenstaande vader. En toen zei ze, hier is mijn kaartje, ik ben dit en dat. Mag ik je morgen bellen? Ik zeg, ja hoor. Nou, ze heeft me de volgende dag gebeld. Maar toen was het alweer dat ik Talita de haar aan het stijlen was. Dat doe ik ook. Ja. Snap je? Ik bedoel, mijn moeder heeft gelijk wat een vrouw kan, moet een man kunnen. Dus bij mij gaat niet, bestaat niet. We gaan het doen. Ja. Snap je? En toen bel ze mij. Ze zegt, ben je bezig? Ik zeg, ik sta nooit stil. Typisch af. Ik ben bezig. Dus dan was het van, wat ben je aan het doen dan? Ik zeg, ik ben Talita de haar aan het stijlen. Ze zegt, nee. Huh? En ze Surinaam zegt, Mika, dat kan niet. Ik ga je terugbellen op video. Ik wil het zien. Ja. Ik zeg, bel het maar. Dus toen belde Talita op. Ze zegt, nee, Jay. Ik wil met je praten. Ik heb al mijn collega in de Tweede Kamer verteld, bla bla bla. En AD wil jou benaderen voor Vaderdag om jou in de krant te zetten. Ja. Maar ik wil eerst met je praten. Ja. En toen, Zorba heeft ze op haar Facebook gegooid. Mm. Een prachtige vader met kinderen. Hij zorgt voor zijn kinderen, weet je. En dat ging een beetje een hype onder onze cultuur. Ja. Weet je, gewoon Antilliaanse Suriname, iedereen. Weet je, de mensen dachten van hè. Antilliaanse man, ondernemer, weet je, zelfstandig, nog voor zijn kind, dat ging een beetje viraal rond. Ja. Nou, begrijpelijk ook, want het is niet iets die je doorgaans vaak ziet. Je staat in de krant, hè? Ja. Antilliaanse jongen, 5 kinderen, stilt niet te werken. Weet je, exceptional zou het niet moeten zijn. Maar raar. Weet je, hoe kan een Antilliaan voor zijn kinderen zorgen? Ja, dat kan gewoon. Hopelijk alleen, dat kan. En dat was natuurlijk 5 kinderen met 1 vrouw getrouwd geweest. Ik denk dat was ook een klap van je bent jong getrouwd. Ik was 20. Ja. Maar ik weet ook wat ik wil. Snap je? En dat heeft gewoon met je opvoeding te maken. Ja. Dus het moment dat ik daarna kort daarna ben ik met haar op de radio geweest. Surinaamse radio.
Ik weet niet hoe meer het is, maar we zijn een uur live. Ja, en dat is dan vaste? Ja, maar dat is dan vaste. Dan ben ik live geweest met haar een uurtje. Iedereen ging bellen, vragen van hoe kan het dit? Maar iedereen wil weten mijn scheiding. Ja. En voor mij was dat niet belangrijk. Omdat ik denk, als ik mijn scheiding ooit naar buiten zou brengen, dan voel ik me echt een bekende Nederlander. Ja, 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 ja. Ik was er iets, ik ben daar niet. Maar het was meer van, jullie willen weten, maar het is niet meer, maar ik ben de, ik zorg voor mijn kinderen. Ja. Nou, toen jij was meer in het nu. Ja, op dat moment. Snap je? En toen was het, we waren klaar. Toen kreeg ik een telefoonnummer van AD in de krant. Toen werd ik gebeld door de televisiemakers. Van Jay, een huis vol, we willen jou gewoon even, eerste seizoen iets vol. Snel gewoon, for real. En voor mij was het van, niks over de scheiding. Mm-hmm. Weet je, dit zijn mijn scheiding, of dit, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Jullie mogen. Ja. En dat was wel een hype natuurlijk. Ja. Snap je, het was net klaar. En we zouden kunnen zo gaan, dat heb ik hun verteld, ben je wanneer de opname stoppen. Maar ik, na heel veel dingen mee te maken, wil ik rust. Ik wil naar mijn ouders. Ja. Snap je? Toen ik op Curaçao kwam, de dag dat we gingen vliegen, was de eerste uitzending, maar daar heb je de uurverschil. Ja. Dus op het moment dat ik op Curaçao kwam, toen dacht ik, maar wie zijn al deze mensen? Ik verwacht alleen mijn vader en moeder. Ja, ja. Maar er waren de Nederlanders, van de Nederlandse Antillianen, die de Nederlandse nieuws hier volgen, die daar wonen, blijkt dat mensen ook op Curaçao waren om foto te maken van, hij is die vader. Maar je weet niet dat je in zo'n ding wordt beland. Was dat het eerste moment dat je ontdekte dus, hé, ik ben een bekende Nederlander? Nee, helemaal niet. Dat leeft nog steeds niet in mijn hart. Maar op het moment dat ik dat wel was van, je hebt impact gemaakt. Ja. Snap je? Je hebt iets losgemaakt in het land. Je hebt Nederland op zijn kop gezet in een positieve zin. Mm. Niet negatief, snap je? Mm-hmm. En mijn ouders die vonden het al raar, maar die dachten al familie. Ja. En toen viel het bij hun van ja, en toen komt een nicht die daar, weet je, een nicht van mij die zegt nee, in Nederland ben je nieuws en dit en dat. Ja. Tuurlijk, zoveel uur later en noem maar op. En dan kom je terug naar Nederland. Een beetje Oscar Post was het natuurlijk. Ja, juist. Ja. En op een gegeven moment kom je terug naar Nederland, dan zie je op straat mensen. Ja, weet je dat? En toen dacht ik, oké, die kinderen moesten een beetje aan wennen. Ik zeg, nou, dat heeft te maken puur met zijn televisie. Ja. En wat er heel belangrijk of heel ding is, het is iets wat raar is voor het land. Mm-hmm. Vader alleen met de kinderen. Je zet het ding op zijn kop, omdat normaal is de moeder met de kinderen. Ja. En dan ook nog eens de dimensie van donkervader. Precies, snap je? En maar ik vond het, mensen gingen van alles schrijven, weet je, ze bedoelen het goed, maar het was een Antilliaanse jongen zonder gouden tand, zonder tatoeage, geen dread. Weet je, iedereen ging zijn ding. Ja. Dus ik kreeg 10% leuk, 10% negatief. Wie denk je dat je bent? Denk ik, hallo, mensen schrijven dingen. Ja. Maar goed, het heeft elke negativiteit, heb ik gebeden, elke negativiteit, zevenvoudig goud terug. Mm-hmm, mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Omdat je haalt mij niet neer. Nee. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je spreekt negatief over mij, ik spreek zevenvoudig leven over mij. Snap je niet? Dus dat is de manier waarop je jezelf en je gezin hebt afgeschermd voor negatief gepraat. De mensen hebben altijd een mening, maar mensen weten niet. Snap je? Die zien met deze jas, die denken €300, maar dat ding is gewoon actie, vriend. Actie. Wat is dat goed? Snap je? En je bent dankbaar, maar je kan niks aan doen met het denken van iemand. Nee, je kan dat niet controleren. Je kan het niet controleren. Helemaal niet. Hey, je staat erom bekend, dat zeg je zelf ook, dat je bespreekt alles met je kinderen. Dat is, ik bedoel, alles. Like everything. For real. Dus het moment toen het programma zich aandiende, heb je met ze besproken wat het programma is. En wat was hun eerste reactie? Ben ik zo benieuwd naar. Leuk. Yeah. Ja, het was toen ik ze ging vertellen, was van jongens, kom even horen. Weet je, mijn ouders waren ook in Nederland. Yeah. En voor mijn ouders hadden een ander gevoel bij. Okay. Dat andere gevoel van, mijn scheiding, ik ben door een hel gegaan, letterlijk. Als ik mijn jasje uitdoe, kan ik je littekens laten zien met andere woorden. Mm-hmm. Maar voor mijn ouders was het van, humble, het gaat een andere kant rust brengen. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Maar goed, en toen kon ik mijn kinderen vertellen, ik heb net daarvoor een YouTube-kanaal geopend, mm-hmm. Papa J 010. Zo, ik dacht Papa J van Rotterdam 010. Die kinderen. En we gaan kennis maken, vertellen en we gaan gewoon filmen. Ja. Dus toen. Wat doel? Om? Gewoon wij. Gewoon wat wij doen: rennen, vliegen, huilen, bouwen, vallen, noem maar op, gewoon dat. Ja. En
Het was voor mij makkelijk om hun te vertellen wat wij willen gaan doen op YouTube. Willen de mensen dat filmen op televisie? Dus toen was het van oké. Okay. Ja, dus die stap was gewoon heel makkelijk om uit te leggen. Ja. Doe papa niet te filmen, maar dat. Toen zei ik oké, leuk, noem maar op. Doen. Ja. Nou, zo. En toen heb ik bewust gekozen natuurlijk van wat ze gaan filmen. Dan film ik zelf niet. Dus ik heb mijn eigen YouTube-kanaal laag gehouden. Ja. Dan vertrouw ik hun gewoon met die beelden en noem maar op. En wanneer dat is, dan doen wij wel wat. Omdat voor mij was het meer gewoon van zonder, wetende wel dat heel veel vaders hun kinderen niet zien. Ja. Wetende dat veel vaders mij zullen haten in het begin. Mm-hmm. Of moeders, of andersom. Dat, kinderen, wie denken dat je bent, je vader, mijn vader ook. Weet je, luister, je hebt een andere ding, issue, dat je zo met mij praat. Maar zonder te weten dat het in bepaalde groepen, ontploft, bij bepaalde mensen ontploft, de mensen televisie, de oude generatie. Mm-hmm. Snap je? De oude generatie waar mijn ouders vandaan komen, dat het, zonder te weten wat er gebeurt op Curaçao met de Antilliaanse mannen, de Surinamers, weet je, dat gemeenschap, weet je, vaders weten van, en dan ben ik loezel. Yeah. En dan ben ik loezel. Yeah. En nu is het van, deze vader is daar voor zijn kinderen. Ja, yeah, nog eens alleen. Moest in dat stukje alleen. Yeah. En dat is gewoon puur keuzes maken. Vrienden die ik vertrouwde heel dicht, ja, mijn tafel, die zijn er niet meer in mijn leven. Ja. Maar God trekt en jij moet keuzes maken. Ja, ja. Snap je? Jij maakt keuze, God trekt ook. Dat het goed is of slecht, weet je niet. De tijd zou het leren. Mm-hmm. Snap je? En toen ben ik dat stukje, mijn kinderen hebben gezien dat het heel zwaar voor me was. Ja. Maar ik klaagde niet over. Ja. Dat was ook heel mooi te zien in mijn kinderen. Omdat, papa, je bent moe. Weet je, maar ze horen mij niet van, ik ben te moe, laat me met rust. Dat was er niet. Dat was constant. En ik kom, pap. Ik ben zo ver. Kunnen we dat opzij, zijn als een van je superkrachten? Het is een stuk dat geheim van vader het verborgen wezen heeft. Het verborgen kracht om mij te helpen. Ja. Omdat, ik luister. Je moet naar het toilet. Ja. Ja? Ja. Maar eentje moet verschoond worden. Ja. Felix staat nog in de verschoonperiode. Maar ik moet ook naar het toilet. Ja. Snap je? Ja. Dus dat was, het is geen leugen, hè? Dat heb ik ooit gehad. Maar luister, ik zit op het toilet. Ik ging naar het toilet zo. Ik pak mijn handdoek. Ja. Ja? Ik handdoek over mijn schouder. Kom maar, Felix. Ja, man. Ja. You gotta be creative. Ja, ja man. Handdoek over mij heen. Dat ik mijn ding kan doen. Ja. Deur op mij op thuis is het zo ver dat we onze deuren niet op slot doen. Ja. Maar het ontwikkelt iets bij mij. 5 uur sta je op, je moet douchen, je moet dat. Heeft God mij zoveel wijsheid gegeven? Begon met het respect. Hoe kan ik mijn kinderen respect creëren dat ze voelen nog steeds thuis? Ja? Ik moest douchen met mijn onderbroek. Ik douche met mijn onderbroek. Heel gek tot de dag vandaag. Ja, maar Jay, dan was je toch niet goed? Jawel, ik was echt wel goed. Maar ik heb een dochtertje die niet begrijpt toen zij 2 jaar was, 2,5. Waarom is mijn vader op slot? Die raakt in paniek. Mensen snappen dat niet. Ja. Waarom? Zij is dus achter. Dan voelt ze zich afgesloten van haar vader. Ik ga je één stukje, klein stukje, geven waarom mijn deur nooit meer op slot gaat. Zolang ik niet getrouwd ben. Dat ze kunnen begrijpen. Maar als je kinderen zijn achtergelaten. Deur op slot. Ja, en papa is niet thuis. Maar ik wens jullie een betere moeder. En toen dacht ik, dat wortel gaat niet verder. Pap is voor jou. Omdat het is niet normaal dat je kinderen in een huis gezin. En het gebeurt heel veel in Nederland. Nu dat ik zelf iedereen ga, ik hoor het van veel kinderen en ouders die gewoon klaar is. Ik heb ook mijn deur op slot gedraaid en mijn kinderen achtergelaten. For real. Dat Talita, mijn oudste dochter, in het moederrol ging. Ik moest veel fles geven. En dat heeft mij. Ik hou me in, maar dat heeft me heel diep geraakt. En ik zeg, vader, ik wil dat hier genezing overkomt. Mm. En dan krijg je de vraag, ben je bereid om de prijs te betalen? Mm. Dan ga je anders douchen. Dan ga je vertrouwen bouwen. Weet je, omdat er was gelijk, ook ga je douchen. Niet de deur op slot. Mm. En ik denk, vader, help mijn dochter. Zij moet hier uitkomen. Ik wil niet dat zij, snap je dat? Ja. Mijn nachten waren bidden, jongen. Ik sliep niet. Ik leef als een dolfijn. 1 oog dicht, 1 oog open. Ja. Ik was aan het bidden. Ik was covering God, release your angel over my family. Ja. Snap je? Het moment dat ik haal het vermoeidheid uit mij. Snap je? Ik kon 20 minuten slapen
en wakker worden alsof ik 10 uurtjes heb geslapen. Ja? For real, tranen vallen en mijn spiegel was vol met plaatjes. Hoe ga ik het aanpakken? En God zegt, geef het aan mij over. Weggooien. Lijkt mij. Weet je? En je douche en je onderbroek. En het is nu een soort normaal. Papa mag ik douchen in mijn bikini. Maar ik respecteer je. Omdat wat gebeurt, Felix is nu al bijna 7. Snap je? Maar papa, ik heb het nog niet. Snap je? Ja. Maar mag je eigenlijk niet zien. Nee. Snap je? Nee. Nee, ik hou van jou, maar je moet het wassen. Hoe ga je het wassen? Talita, kom hier. Ja. Snap je? Als zus ga je haar uitleggen, niet als moeder. Als moeder. Ja. Jij vertelt, zo doet Tita het ook. Ja. Ja. Begrijp je dat? En niet vanuit schaamte. Nee, nee, dit is jouw zus. Ja. Respecteer elkaar. Ja? Moet je je voorstellen, het moment. Dus al die dingen. Ik doe Talita de haren wassen met bikini aan. Badpak aan. Papa, ik moet je haar 1 keer voor jou goed wassen. Ja. Ik toon je respect. En dat respect bindt een gezond relatie. Ja. Snap je? En dat kan je altijd terugvinden. Zij begon haar ontwikkeling te krijgen. Ik bel mijn moeder, maar wat moet ik doen? De zus en dat. Maar hoeveel kinderen zijn seksueel mishandeld in dit leeftijd door hun vader? Snap je wat ik bedoel? En voor mij was het, ik kom etels binnen. Broertje, is er iemand die mij kan helpen? Ja. Omdat tondeuzen, noem maar op. En toen was het een paar, maar zij doet synchroon zwemmen en haar lichaam ontwikkelt. En voor mij was het als vader hierin ook van, wat ga je doen? Hoe ga je het aanpakken? Snap je? Ik ben etens, ik zeg, nou, ik heb advies nodig, ik heb een dochter. Scheren, dat, zus, hoe zit dat? Dat meisje, ze zegt, ik ga iemand halen. Ik heb 20 minuten stilgestaan in dat winkeltje, omdat ik ging wat lezen. Ze ging naar achteren, ze is niet meer teruggekomen. Weet je waarom? Ze was achteraan het huilen, omdat ik haar vroeg, ik heb een dochter, kan je mij helpen wat ik moet doen? Toen ze later terugkwam, ze zegt, als mijn vader ook zo voor me was, ja, had hij mij nooit seksueel mishandeld. Was ik nooit los geworden naar jongens toe. Haar identiteit is verbroken. Doordat de handeling van haar vader die niet voor haar was op dat gebied. En ik heb gehuild. Ik heb gehuild. Ik heb gevraagd, God vergeef deze vader. Ja. Ik ken hem niet, maar vader, vergeef hem. Ja. En dan is die dame, was 22? 20, zoiets? Ja. In die koers. Ze zeggen mij, Jay, je hebt me zo diep geraakt. En ik kon je gewoon even niet helpen, maar ik ben gewoon geraakt. Dat jij vraagt hoe jij je dochter kan helpen met dit stuk. Ik ging naar mijn vader en ik laat mijn benen open vanuit mijn vader, maar daarna ging hij mij aanraken. Toen zag ik van binnen gebroken en ze zegt, ik kan hem niet vergeven. En dan later dan kom je Instagram en dan komt het verhaal, ik ben het medemanager. Ik wil hem vergeven. Weet je, ik zie hem, maar ik wil hem vergeven. Waarom? Ik heb een vriend. Weet je, en noem maar op. Ik wil dat gezond is. En voor mij was het, ik ging naar huis met dat tandpasta, smeergedoe. En ik ging Talita uitleggen, dit moet je smeren, begon bij de been. Ja. En als je even wacht, dan valt het vanaf, weet je, sowieso. Ik zeg, bij jou dinges, smeren. Dus ik gebruikte letterlijk mijn 2 vingers op afstand. Weet je, ik zeg, je smeert het zo. En dan even op je kamer of in de badkamer. Even een moment voor jezelf, weet je. En dat was mijn proces met haar. Dus, weet je waar ik aan moet denken, Jeff? Ik denk dan aan dat je natuurlijk als opvoeders heb je ouders gehad. Maar ook een drogisterij. Een drogisterij, Je bent toch mede opgevoed door de drogisterij. Dat is zo bizar. Maar wat ik hoor bij jou en wat mij raakt en wat wederom een bevestiging is voor ons, waar we jou hier als rolmodel neerzetten, bewust, omdat je ook voor ons een voorbeeldfiguur bent, is dat jij stelt vragen als jij iets niet weet, in plaats van schaamte toe te laten om in onwetendheid te blijven hangen. Jij zegt, weet je wat, als ik het niet weet, wat kan ik doen om erachter te komen, om het toch te doen? Want opgeven is geen optie. Nee, is geen optie. Bij mij het bestaat het ook niet. Gaat niet bestaan. Het bestaat gewoon niet bij mij. Maar papa, we doen het. Ja. Als we het niet weten, gaan we het uitzoeken. Snap je? Bij mij schiet de vraag binnen van, kijk, je bent natuurlijk, logistiek ben je eigenlijk een 1000-poot, want je noemt net octopus, bro. Ik had over 5 sta je op. Ik kan me voorstellen dat ik daar een behoorlijke structuur voor verdeel. Ik heb 20 minuten van jou. Ik heb van de week een record gezet van 7 minuten.
Maar je moet race met Kim! Ja, maar 7 minuten bij Kim. 7 minuten. Was je Kim begaan? Broer, 100%. Nee, maar serieus, 7 minuten, mijn kinderen hebben het geklokt. Maar dit is geheim. Broertje, nee, maar serieus, 7 minuten. Ga maar aankomen. Nee, maar luister. Ik zag altijd wat YouTube-films voorbij komen met jou achter het jaar. Ik hou van koken, maar het is net wat je maakt. In die 7 minuten. Stel je als je jezelf in de voorbereiding, ik heb 5 kinderen en ik leer ze van, weet je, je kan ruw snijden, hè? Maar kom in de pis. De snijmanier vertelt jou waar je bent. Waar je rustig. Snap je? Wat jij doet met je rijst, vertel je waar je mee bezig bent. Ja. Snap je? En dat leer ik ze. Zet die knop uit. School even uitzetten. Heel erg van present in the moment. Ja. Vol focus op wat je aan het doen bent. Ja. Ik kom me waarderen. Je net zei off camera van hey, ik ben nu hier. Ik denk nu niet aan dit. Nee, ben nu hier. Nee. Maar de vraag waar ik heen wil is, kijk, je bent in praktische zin, ben je Air Force. Maar wij zijn ook benieuwd naar, zeg maar, hoe ben je in emotionele zin daar? Hoe ben je emotioneel aanwezig? En dan ook nog eens, in tijd, want die beschikbaarheid, voor ieder individueel kind, dat lijkt me een behoorlijke uitdaging. Nou ja, weet je. Gezegd hebben dat je ook werkt, uiteraard. Precies, ja, werkuren. Klopt, nee, ik werk. En op het moment dat ik naar mijn werk ga, ik denk niet aan. Klinkt raar, ik denk niet aan mijn kinderen. Snap je? Je bent veilig. Ja. Begrijp je dat? Ja. Ik weet, je bent daar, ik ben veilig. Ja. Dat is het vertrouwen die ik heb in dat opvang, of bij de tand, of bij die dan ook. Of, dat is een keus maken, letterlijk. Ja. Keus maken om te focussen op mijn werk. Dat is ook een stuk mijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Snap je? Ik zit hier, maar ik denk niet aan maandag dat ik moet een vloer gaan leggen voor een klant en hoe. Nee, dat denk ik niet. Ja. Dat doe ik niet. Ik zit hier, ik weet waar we nu mijn kinderen zijn, thuis. Ze zijn veilig. Mm-hmm. Wie daar is, het is goed. Ja. Snap je? Dat heb ik echt moeten leren met God. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Hem ook daarin betrekken, omdat er zijn momenten dat ik naar mijn werk ga en er lopen gewoon tranen. Ja. Gewoon tranen. En ik huil en ik weet niet waarom, maar je weet dat een genezingspunt is. Snap je? Je weet dat het moet eruit. Waarom weet ik niet? Ik huil. Weet je? Maar voel je daarna wel verlicht? Ja, ik voel me verlicht. Dat geeft je aan dat er iets van genezing heeft plaatsgevonden. Zeker. Snap je? En dat was het voor mij. Ik ga je een klein stukje geven. Ik wilde niet scheiden. Mm-hmm. Ja? Maar het heeft, door mij heeft het heel lang geduurd dat mijn handtekening op papier kwam. En dat was op een gegeven moment belde mijn advocaat die zegt van Jay, je ex is echt klaar met jou. Je moet komen. Ja? Je moet je handtekening zetten. Dat is wat ik dacht. En raar, ik was aan het werken, ik was gewoon klaar, ik was ook vroeg aan het werken. En toen kreeg ik een telefoontje. Ja, dan is het, dan moet ik gewoon. Rij naar huis, school bel mij, Danilo voelt zich niet lekker, weet je, die moet naar huis, hij kan niet alleen naar huis, dus jongens, ik kom hem halen. Ik kom thuis, ik haal hem op, en op het moment dat hij bij mij komt, zo, het is heel raar, ik zeg, je voelt je niet lekker, maar ik heb je nodig, heel raar, je bent mijn zoon, je bent je vader, ik heb je nodig. Wat voel je? Ja, vrienden, drink een beetje spaarrood, weet je, dat, Fisterbuur, je moet papa mee, we gaan handtekenen, ik moet naar de Afrika mijn handtekening zetten. En heel raar, die dag ervoor was ik al aan het huilen. Je weet niet waarom, maar het is verlichting. De volgende, dus achteraf ga je van, hé, zie hoe God werkt. Hij heeft me voorbereid voor de situatie. Mm-hmm. En ik kom daar en mijn advocaat keek me aan van, ja. En toen was het van, hé, je gaat handtekening zetten. Snap je? Moet je voorstellen, we waren al uit huis. Zij was al voor mij klaar met scheiden. Mm-hmm. En ik droeg nog steeds mijn trouwrij. Omdat voor mij was het, ik ben nog steeds getrouwd. Ja. Ik ben nog steeds getrouwd. Pas als ik een handtekening zet, is voor mij de verbintenis verbroken. En ik zat daar met Danilo en mijn advocaat en ik kreeg die pen. En je voelt een soort trilling, omdat je niet weet waarom je gaat scheiden. Omdat je niet weet waarom dit zo en zo. Maar je weet dat de dingen die om je heen gebeuren, ja, denk je, anders kan gewerkt worden. Maar vader, ik heb mijn handtekening gezet. Zo. En mijn advocaat keek me aan. Ze zegt, je bent er niet blij mee. Ik zeg, nee.
Omdat dit is God niet. Mm. Snap je? Ik ben weggaan. Op het moment dat ik eruit loop, voel ik een hele golf van kotsen naar boven komen. Mm. Gewoon, je bent misselijk. En ik loop en zeg, vader, je wil het niet, maar je moet het doen om verder te gaan. Mm. En ik loop zo richting me, op een gegeven moment begon ik te braken. En ik stortte bijna in. Mijn zoon, Danilo, die leek wel een engel. Mm. Grotere als ik. En hij omhelst mij zo. En ik hield hem vast. Ik zeg, Danilo, papa, ik heb zoveel pijn erover. Ik heb zoveel van je moeder gehouden. Mm. Ja? Zo letterlijk, hè? Gehouden. Mm. En hij zegt, papa, ik weet het. Ik heb alles gezien. Papa, ik weet het. En ik begin weer kotsen. En hij zat zo met zijn hoofd. Hij keek me zo aan. Zo omhels. En hij keek me zo aan en hij zegt, papa, ik hou van jou, maar jij kan het. Jij kan het. En dat was voor mij het moment van, mijn zoon gelooft in mij. Snap je wat ik bedoel? Hij heeft heel veel gezien. Hij heeft heel veel meegemaakt. Snap je? Papa, sta op. Snap je? Nee, niet, weet je, echt niet opgeven. Alsof je geslagen werd in je rug. De zweep. En je kan niet opstaan. Maar dat moest eruit. Het huwelijk, de verbintenis moest eruit. Mm. En ik bleef maar braken bij mijn auto. En hij zei, papa, sta op. Papa, sta op. En hij begon met mij te glowen. Mm. Van, sta op, papa, sta op. En hij wil die grote zoon, die grote broer voor mij zijn. En hij wist dat ik zelf, snap je, moest staan. Mm. Omdat je kan als, hij was, hoe oud was hij? 8, 9 jaar. En hij weet dat hij 135 kilo niet omhoog kon trekken. Maar ik moest met hem staan. En op het moment dat ik ging met hem staan, bleef hij helemaal in mijn nek zo. En ik kon hem dragen. En ik hield hem vast. Van dankjewel mijn zoon. Koste wat het kost, ik zal voor je vechten. Omdat het was niet, ik moest hem redden uit de situatie. Maar koste wat het kost, moest ik voor hem zijn ook. Mm. En dat ging eruit. Ik ging naar huis. En op het moment dat ik thuis binnenkwam, viel het van je af. Mm. Snap je? Ik heb hem niet naar huis meegenomen. God zegt, hij moest buiten blijven. Daar blijven. Mm. Omdat je huis is nu anders. En kort daarna ben ik mijn huis gaan veranderen. Ja. Ik ben dingen gaan changen. Ik heb met hun gezeten. Ik zeg, wat voor kleur gaan we het huis verven? Mm. En ik zeg, elke kleur heeft een benoeming. Alles betekent iets. Ja. Noem maar op. Ik ben de ruimte gaan creëren. Ik ben mijn keuken gaan verbouwen. Het is heel simpel. Laminaat en laminaattegels. De grens. Om felies te leren. Je mag niet in de keuken. Je mag tot daar. Ja. Jordan was klein. Dus ik heb mijn huis als basis, snap je? Als de basis goed is, ja, het fundament, wat is het fundament? Ja. De kleur. Jordan zei, pap, ik wil groen. Ik zeg, weet je wat groen? Ik zeg, mooi. Leven. Groen is teken van leven. Ja. Het is goed, weet je, het is... Ja. Snap je? Ja. En zo ben ik met hun, snap je? Foto van mama, huwelijksfoto. Gaan we het in huis houden? En dat was van, ja, maar jullie zijn toch niet meer getrouwd? Ik zeg, klopt, maar... Het is wel een moeder. We kunnen een plekje geven. Een teken van de liefde waar je vandaan komt. Ja, ja, ja. Zeker. Symbolische waarde. Ja. Zeker. Wat heeft bestaan. Waar je uit voort bent gekomen. Ja, dat is zeker. Snap je? Dus daarin ook gewoon het huwelijk ging klinkt gekker. Gezond houden voor je kinderen. Wetende, het beeld van het huwelijk. Ja. Maar, ja, wetende voor die twee... Die drie oudsten, dat het anders is van wat ze hebben gezien. Ja. Maar voor de twee jongsten, dat ze niet het huwelijk later gaan judgen. Ja, snap je? Ja, maar ik ga niet trouwen onder mijn vader. Nee. Dat moet verbroken worden, omdat je bent gezond. Jij hebt niks mee te maken. Snap je? Dus je bent constant aan het uithalen. Dit is het. Nee, dit is gezond. Het huwelijk is gezond. De dingen die gebeuren, ja. Ik hoef geen foto van haar meer. Weet je, je zag die boosheid. En ik zeg, als we iets nieuws bouwen, kunnen we dat niet één meenemen. Maar we moeten dingen een plekje geven. Jij hebt een high sense of consciousness. Als ik jou zo hoor praten, dan denk ik... jij wil uit elke situatie een boodschap, een les. Grijp je aan om een les te leren en mee te nemen in je opvoeding. Ja, zeker. En ik had net over een stukje emotionele beschikbaarheid. En het mooie wat ik terug hoor is dat je zoon voor jou emotioneel beschikbaar was. Ja. Op dat moment. Ja. Krachtig, hè, is dat?
Het is krachtig. En wat ik er nog meer uit haal is dat die wisselwerking daar is. Mm-hmm. Dus jij voor hun en zij voor jou. Ja. Dus het voorbeeld dat je geeft, reflecteert meteen ook. Je krijgt ze meteen terug. Ja, zeker. Zeker. En ik ben, en alles ben ik daar voor hen. Letterlijk alles. Letterlijk. Dit is een mooi bruggetje naar de vraag die ik jou wil voorhouden. Als vader, ouder, opvoeder van 5 prachtige kinderen, 5 zielen, met noden, met verlangens, met behoeften, rijst de vraag ook op: waar en wanneer heb je tijd voor jezelf? Wanneer ik slaap. Tijd voor jezelf. Op het moment dat je vader wordt, heb je geen tijd voor jezelf. Je moet keuzes maken, in mijn beeld. Hè? Ik heb gezien dat ik keuze moet maken, ik moet kiezen. Net als vandaag, iedereen heeft gesport, noem maar op. Dan zeg ik, oké, Danilo, jij moet je rust pakken. Bijna vakantie, je gaat dingen afsluiten. Weet je, je gaat een dutje doen, die gaat dutje, ik ben ook een dutje gaan doen. Dat is het moment dat ik zie dat er is, omdat je vraagt op verwijsheid van je eigen leven. Je vindt ook dingen leuk om te doen, maar je gaat offers bij. Precies, jouw leven stopt niet. Ja, mijn leven stopt niet. Ik vind ook dingen mooi. Ja. Snap je? Ja. Ik wil dat. Dus ook daarin, ja, trek ik God erbij. Van, wanneer kan ik? En God zegt, ja, maar je wil mij dienen. Doordat je mij dient, zorg ik voor jou. Dus op het moment dat zoiets gebeurt, en ik zie van, dan kan ik gaan. Ja. En dan ben ik weer fit bij, of dan ben ik dat. En zo heb ik tijd voor mezelf. Begrijp ik daaruit dat je eigenlijk tijd en rust vindt, juist in de momenten dat je dienstbaar bent? Ja, heel raar is dat, ja. Dat is niet raar, want ik herken dat. Ik stel die vraag voor jou herkennen, of iemand voor anders. Voor iemand anders raar. Ja. Maar dan laat me ook mijn verhaal vertellen. Dus zelf ook opvoeden, ook meerdere kinderen. Ja. En met een onderneming, met bij een vrouw. Goed om te maken, je moet op tijd bij zijn. Ik heb al die vragen altijd. Ja. Maar wat ik herken aan jouw verhaal, en, is dat er zijn voor jezelf, is voor mij vindbaar in de momenten dat ik merk dat ik mijn verantwoordelijkheid volledig omarm. Mm-hmm. En de verantwoordelijkheid die ik grotendeels ook heb, is voor die 4 kinderen, is voor hun moeder, is voor mijn passie. En als ik dat kan doen, en als er dan maar 1 of 2 uurtjes over van de dag, dan ben ik voldaan. Ja. En ik merk dat jij zei net, jij hebt je rust in je slaap. Ik heb ook die ervaring dat wanneer ik voldaan naar mijn slaap toe ga, 1 uurtje of 2 uurtjes genoeg kan zijn. Ja. Om de volgende dag weer vol in de kracht op te staan. Is raar. Is dat ook wat je ja, 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 ja. En ik snap wel dat het voor andere mensen niet, dat het voor andere mensen raar is. Maar misschien is dat ook omdat zij niet volledig hun passie volgen of volledig in hun dienstbaarheid staan. Ik denk dat wij dat hebben, of jij en ik, het stukje dat je weet waar je vandaan komt. En je hebt geaccepteerd jouw levensstijl. Je hebt geaccepteerd dat het zo is. Je hebt geaccepteerd. Je verzet je er niet tegen. Juist. Ja. Snap je? En je hebt het omhelst. Dit is, snap je? Dit is, daar moet je mee dealen. Daar ga je mee doen. En daar komt ook kracht vanuit. Daar komt zeker kracht vanuit. Eergisteren. Ik ga je iets vertellen. Eergisteren. Talita is nu 15. Danilo is 13. Wordt in oktober 14. Jairo, die wordt 12. Dan heb ik Felix en Jordan, die wordt 8 en 7. Ja? Ja. Let goed op. Ja. Ik ben aan mijn werk, ik kom thuis enzovoort. Heel simpel. Heb ik een blaadje gepakt, heb ik een klokje getekend. 12 en zo. Ik zeg, Danilo, hoe laat was je wakker? Van die tijd, ja, was je wakker? Ik zeg, heb je gegeten? Ja. En hoe laat, weet je, die tijd. Allemaal. Goed opletten. Heel simpel om je kind te leren om, als jij iets wil, kan je gaan. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Nee, omdat dan hier, kan ik, nee, het is niemands verantwoordelijkheid dan bij jezelf. Iedereen had een soort 1 uurtje, 2 uurtje niks heb gedaan. Ik zeg, 1, ik leer mijn kinderen, er is een succes die je behaalt op de dag, is je bed opmaken. Wakker worden, je bed opmaken, dat is een teken van dankbaarheid. Ik heb weer geslapen. Ik ben weer wakker geworden, even je kussen uitkloppen, raam open. Weet je, klap je bed uit, ga naar de douche. Je hoeft niet 20 minuten douchen, dat is een mindset, dat is nonsense. Je moet slaap van je weghalen. Begrijp je dat? Alles is gebeurd.
Dan liep dat zoveel uren. Ik zeg, oké. Is er een moment bij jullie geweest dat jullie zegt van, wat kan ik voor mezelf doen? En de papa ziet dat jij een uur hebt. Dat, zo. Ja, stil. Ik zeg, jullie vragen altijd aan mij. Pa, hoe hou je dat vol? Weet je, papa, dit, zus. Ik zeg, het verantwoordelijkheid die ik heb is voor jullie. Ik weet dat de wasmachine moet aangaan. Ik weet dat ik tussen die tijd kan ik daar zitten. Ik weet tussen die tijd kan ik thee drinken. Dat, ik zeg, iedereen, alles gaat door. Dat ik die tijd media-aandacht kan geven. Die tijd, 27 kinderen die mij een vraag stellen, die willen antwoord op wat ik kan wel geven of niet. Ja. Ik zeg, die pannen die daar gewassen zijn ondersteboven, heel simpel. Ik zeg, is er een tijd gehad dat je ziet als zus of als broers? Ik zeg, je slippers op de gang. Ik zeg, Felix, je pop, is er een tijd omdat je op je pop laat staan? Of je, iedereen heeft ontbeten, iedereen is in de keuken gegaan. Ik zeg, heeft niemand. Ik zeg, als jullie dit niet oppakken, zelf kan je zegeningen gemist in je leven. Omdat waarom? Je bent alleen met jezelf bezig. Ik zeg, er is een moment dat God je ons stilzet. Ik zeg, ik zet jullie als vader even stil om te laten zien dat dit jouw huis is. Snap je? Dus je leert ze langzaam hun verantwoordelijkheid te nemen. Ja, Felipe, je bent een groot meisje aan het worden. Ja. Je weet dat je om 3 uur op je werk moet zijn. Bijvoorbeeld, je gaat niet 5 voor 3, omdat de dag is niet van jou. Je moet je in rust komen. Ja. Je zorgt dat je 4:15, 3:15, 3:10, 2:30 aanwezig bent. Dat je in de peace, oké, ik ben er, ik kan ademen, je kan me omkleden of iets om te beginnen. Fresh mindset. Ja. Snap je? Ja. Thuis precies hetzelfde. Jullie hebben allemaal ontweten. Papa is totaal niet boos. Maar papa, wil je iets leren? Hé, nou maar kom je opruimen. Ja. Ik zeg, jullie hoeven nu niet te zeggen, pa, je hebt gelijk. Nee. Anders ga je dingen doen, dan heb je angst. Papa komt nice. Of je moet snel mijn kamer opruimen. Dat doen wij niet. We doen van, wat is van jou? Het moet van binnen komen. Ja, dus wat je laat zien is hoe jij zelf, hoe je leer, denkt. Juist. Hoe leer je dat stukje, dat ik niet verplicht ben om thuis schoon te maken. Maar hey, mijn kamer is opgeruimd, ik heb gegeten, alles is done. Hey, die pannen. Wat is er nog meer te doen? Snap je? Gewoon. En respect hebben voor het huis waar je... Respect hebben aan tafel. Respect. Dus je leert... Mij zie je... Ik heb altijd gezegd, mij hoor je niet op straat. Blijf hier. Niet doen. Afpakken. Niet aanraken. We gaan boodschappen doen. We tonen respect naar de winkel waar we in zijn. En hoe doen we dat? Door de ding aan te raken die wij moeten hebben. Je gaat niet, papa, mag ik dat? Dat. Je gaat rennen. Je brengt mensen in. Ik zeg, wat gebeurt er? Op het moment dat je los wordt, je gaat... Kom je net toevallig voor een oma, zijn struikels, zijn fout. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dan is de happiness voorbij. Wat gaan we doen? Dit gaan we doen. Hoe gaan we in de peace? Heeft iedereen gegeten? Ja? Dan gaan we boodschappen doen. Snap je? Dus ik ben constant, jouw karakter, ja? Ben je boos op je moeder? Maar je blijft zeggen, hallo mama. Je blijft die respect hebben. Je moet het doen. Constant aan het shaken. Kom van boven. Respecteer degene jou niet. Dan kan je altijd erop, maar wat is de reden dat jij het zo werkt? Ja. Creëer dat. Ben je met voetbal bezig? Ben je aan het zwemmen? Hou je mee bezig? Ben je bezig? Denk niet aan papa. Papa is moe in de auto en papa slaapt. Ja. Snap je? We eten in de auto. Waarom? Omdat anders zijn we daar niet op tijd. Maar we zijn niet zielig. Snap je het verschil? Je bent niet zielig. Ja, het is een krachtig voorbeeld dat je geeft over respect. En in de vorige bespreking had ik het even over dat je... dat je absoluut niet zielig bent en niet als een slachtoffer gezien wil worden. Simpelweg omdat je dat niet bent en dat is ook niet jouw mindset. Ja. Maar ik ben zo benieuwd naar, je beschrijft net de pijn die je hebt ervaren, ook bij het tekenen en wat er daarna is gebeurd. En of je nou wil of niet, dat slaat natuurlijk wonden in je. Ja. Dat slaat wonden in je. Dan ontdek je de kracht van vergeving, hè? Dat nodig is en dat het essentieel is om verder te kunnen gaan. Ja. En dat is een proces uiteraard, maar het is ook een keus. Ja. Maar ik ben zo benieuwd naar hoe
kom je steeds weer tot die vergeving op het moment dat, kiezen. Dat er steeds dingen weer gebeuren. Kiezen. Die diezelfde wond als het ware misschien weer een beetje openreden of een beetje zout erop strooien. Hoe doe je dat? Keuze, gewoon letterlijk kiezen. Kiezen tegen je boosheid, tegen je vlees als het ware. Gewoon kiezen. Ja. Gewoon, ik moet die keuze maken om mijzelf te redden. Ja. Snap je? Om mijzelf te beschermen van... Vader, gaat u mij voor? Omdat ik kan het niet. Ja. Snap je? Omdat dit vraagt heel veel van mij nu. Snap je? Kijk, Ja, een van de keuzes die je maakt is nadrukkelijk geen kwaad spreken over je ex-partner. Ja, letterlijk. Hè? En daar zit kracht in. Maar daar heb je ook kracht voor nodig. Dat zegt heel veel ook hoeveel ik van haar heb gehouden. Nou, volgens mij. En hoe je nog steeds van houdt. Om de respect. Maar het is liefde. Het is zeker. Het is liefde. En, dat is wat anders dan romantische liefde. Juist, dat is heel anders. Ja. En dat betekent niet dat ik van een nieuw persoon van kan houden. Hè? Dat is totaal los. Ja. Maar die houden van, ja. Zien de kinderen ook. Dat is respect. Elke keer. Dat is de moeder van. Ja, elke keer heb je het stuk dat je uitlegt naar de moeder van, hey, niet doen. Of omdat de kinderen gaan spreken, dat wil je in principe niet. Maar je weet wel dat een dag gaat gebeuren. Heel gek is dat. Mm. Snap je? Je weet dat er een dag, kijk, als stiefvader, ja, heb ik deze man een voorbeeld gegeven. Hij heeft een vrouw ontmoet en ze heeft lang met een kindje, noem maar op. En hij zegt van mij, Jay, ik weet dat de dag gaat komen dat dit kind mij gaat zeggen, maar je bent mijn vader niet. Ik zeg, ho. Zolang je hem respecteert en op het moment dat hij over zijn eigen vader wil praten, ja, en dat je hem kan wijzen naar het punt waar hij moet zijn, krijgt hij nooit de ruimte, een platform in jouw leven om te zeggen, maar jij bent mijn vader niet. Vanwege dat wat je laat zien. Juist. Wat wel hoort bij je vader zijn. Staat. Ja. Ja? Ja, ik geef je eten. Oh, wil je vader spreken? Wel je vader. Ja. Het doet je pijn, mensen. Kijk, luister. Heel goed wat ik je zeg. Ja. Als stiefvader of als stiefmoeder kan je altijd, je bent in het leven, je koopt kleren, je koopt dat, en je ziet dat het kind het leuk vindt. Maar op het moment dat het een echte vader en een echte moeder een cadeau komt brengen, zie je dat het kind in een manier dat waardeert. Mm. Op een andere level, ja. Omhels, ja. Omhoog. Ja? Ja. Ik heb beide gezien en dat doet pijn. En dan ben ik goed gaan vragen waarom. Ja. Snap je? Alles heeft te maken met het pijn. Mm. Of het kind in zijn onbewustzijn opereert vanuit pijn. Mm. Of het kind is nooit geleerd om te waarderen wat het kind krijgt. Mm. Omdat thuis krijgt hij ook. Ja. Krijgt dat ook. Dus ik heb in beide situaties gezeten met gezin. En deze man zei tegen mij, Jay, je hebt gelijk. Ik zeg altijd tegen hem, ik hou van je, doe je best op school, ik breng hem. Maar het was een dag dat ik hem ging ophalen bij zijn vader. En hij komt terug en hij zegt, mijn vader zei tegen mij, ik hou van hem. En ik zeg, ik ook. En ik zeg tegen hem, waarom heeft het jou zo hard geraakt? Omdat hij nooit tegen mij heeft gezegd, ik ook. Mm. Ik zeg, weet je waarom? Je hebt het altijd verwacht. Maar als je dat altijd vanuit een gezonde lijn, zonder verwachting, kan dat, snap je? Ja. Dat ongezonde wondje die je niet hebt, is geraakt. Ja. Snap je? Because je weet dat dat de for real vader is. Mm-hmm. Snap je? Dus wanneer je iets doet, doet het zonder verwachting. Mm-hmm. Omdat hij zegt dit tegen jou vanuit zijn blijdschap, zonder te weten dat hij jou raakt. Ja, ja. Omdat hij hoort het van jou ook. Hij ziet dat jij voor hem zorgt. Ja. Maar het komt een dag dat hij ook weer tegenovergesteld gaat spreken. Ja. Maar dit is mijn vader. Ja. Dit is mijn vader. Ja, jij. Maar, en dat brengt jou weer in confusion. Maar als jij blijft waar je moet zijn. Ja, ik zit nu naast jou, maar ik kan de hele tijd dit doen. Ja. En dit creëren. Maar op een gegeven moment doe je zo'n Jay, zit nou even op jezelf. Ja. Ah, oké, we zijn toch Marty, waarom praat je? Nee, zit even op jezelf. Ja. Snap je wat we doen? Ja. Dus wat creëer je? Wat creëer je? Je moet creëren wat je hebt. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Dat is de jokers. Ja. Snap je? Ja. Daar. Ja. Daar. Snap je? En ik blijf het zeggen. Als stiefvader en stiefmoeder in het spel zit, moet je altijd het kind het antwoord geven van, ik heb even met je moeder erover. Mm.
En dan praat ik even met mama erbij. Of ik heb even met jouw vader. Omdat dan ziet het kind dat je elke keer respect teruggeeft. Ja. Respect teruggeeft. Ja. Omdat je kind, het kind, mag ik buiten spelen, maar jij weet je staan, mama. Ja. Weet je, ik durf het. Er zijn veel vaders. Ja. Ik heb bij McDonald's gezeten. Ja. Ja. Dat twee kinderen naar mij toe kwamen. Die wilden mij omhelzen en foto en noem maar op. En ze waren met hun stiefvader. Mm-hmm. Later kreeg ik een bericht. En zei ik, heb mij, die kinderen zijn niet voor mij. Maar heel mooi om te zien hoe ze naar jou toe komen. Dit en dit, dat. Mm. En ik vraag me af waarom ik dat niet heb. Mm. Ik ga met hun naar McDonald's. Ik koop kleren voor hun. Weet je, ik zorg goed voor de moeder. Ja. Ik zeg, maar zolang het een verwachting zit bij jou, dat je ga, je, ervoor, ja. ga je dat niet herkennen wat er gebeurt. Dus de liefde moet oprecht zijn je om te geven of te willen geven. Ja, ja, maar hun vader is er nooit. Ja. Ik zeg, misschien is jouw energie, laat je zien dat hun vader niet is. En dat voelen ze. Ah. En de kinderen zijn volledig van, wat is de energie? Maar onbewust ben je jezelf aan het verhogen dan, aan de ene kant. En wat doet die God? Wel. Die breekt dat trots van. Snap je? Die houdt dat neer. Omdat je bent, dat kind is jou niet toevertrouwd. Ja. Snap je? Ja. En hoe ga je ermee om? Ja. En ik snap het heel goed. Ja. Van beide kanten. Ja. Waarom ik het niet snap? Ik maak het zelf mee. Ja. Ja. Snap je? Je moet je voorstellen, Jordan is jarig, die krijgt een doos Lego. Mm-hmm. Ja, dit heeft mij diep volledig geraakt. Gewoon in mijn nieren. Mm-hmm. Ja? Als jij als moeder, zeg ik, joh, heb je geen geld dat je kinderen brood kunnen eten? Mm-hmm. Zie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nee, het zijn jouw kinderen. Mm-hmm. Ja, prima. Maar hij krijgt een doosje, Lego, wat ik ook kan kopen, mm-hmm. voor zijn verjaardag. Maar het stukje, dat is niet erg, ja. maar het woord die erachter zit, is €40. Hij is duur, zorg dat hij goed ermee speelt. Hey, ja. Je spreekt maar twee dingen aan. Je raakt mij op twee gebieden, zonder dat jij weet, of je weet het heel goed. Eén, zorg goed dat hij ermee speelt, dus je weet dat ik goed voor hem zorg. Ja. Twee, €40 voor een cadeau, maar eten kan je niet. Ja. Dus jij geeft me een boodschap dat ik hem moet doorgeven, omdat hij was er niet. Hij was er niet. Van mama gekregen en je moet goed ermee spelen. Oh, geef wat. Mama, het is heel duur. Dat kan ik zeggen. Dus wat wek ik in dat kind op? Twee dingen kan ik opwekken en wat ik niet heb gedaan. Beide niet. Maar vraag, kan je dit? Van mama gekregen, zorg goed ermee. Van mama gekregen, het is heel duur. Ja. Snap je? Dat kind wordt later groot. Die denkt, van mama gekregen, maar ze is er nooit voor mij geweest. Mm-hmm. Kan een kind afvragen. Van mama gekregen, het is heel duur, maar ze geeft me geen geld om te eten. Papa geld om te eten. Maar ik krijg een speelgoed, dus wat moet ik ermee? Mag ik ermee spelen? Of moet ik het bewaren? Mm-hmm. Mijn verantwoordelijkheid is, hey, cadeautje van mama. Klaar. Ja. 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 Omdat ik wil dat hij zichzelf blijft zonder te kunnen spelen als hij iets aan kwijtraakt. Ja. Dan denk je, ik heb van moeder gekregen, dat was heel duur. Ik wil dat hij niet daarin gaat. En hij mag zelf uiting geven aan zijn manier van blijdschap. Ja. Een level van blijdschap daarmee. Hier, of van dat een andere betekenis. Hij juist. En daar gebeurt heel veel fouten in met kinderen. Mm-hmm. Snap je dus? Hey, van je vader gekregen. Ja. Alsjeblieft je cadeau. Ik hoef daar niks geen woorden aan te geven. Dat ze zeggen, ja, maar papa zei 10 jaar geleden dat het heel duur was. Maar jij hebt nooit geld gegeven. Snap je wat, wat gaat je creëren? Ja. Nee. Is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is vaak een volwassen niveau van denken. Ook. Ja, maar er zijn genoeg ouders die praten dingen waar de kind bij is. Ja. Of dingen aan dingen. Snap je? Die vangen het heel anders op. Dus wat is mijn verantwoordelijkheid? Ja. Dit is een cadeau. Maar jij weet waarom jij mij zegt dat het zo duur is. En ik kan jou als moeder, maar dit kan je even maar. Hey. Ja, dit is wat je zegt, is weten van wat jouw verantwoordelijkheid is. Juist. En daar stopt het. Ja, daar heb je geen tot daar blijf je. Dan laat je het los. Juist. En over los laten gesproken. Ik wil je zo graag vragen. ik wil je zo graag vragen. In hoeverre ik heb je horen praten met diepe emotie over wat de breuk voor jou heeft betekend. Wat scheiden voor jou heeft betekend. Mm-hmm. Hoe zeer en hoe diep dat pijn is. Mm-hmm. Want hoe je het eruit verkeert, je wenst een kinderen, beide ouders en het liefst samen als het kan. Ja. Dat mocht niet zo zijn. In hoeverre heb jij voor jouw gevoel dat losgelaten, daarvan voldoende geheeld en heeft het een plek gekregen waardoor ruimte is ontstaan voor nieuwe liefde in jouw leven?
Ik heb het losgelaten. Zeker. En hoe? Is omdat ik zie hoe ik daarin sta. Snap je? En mijn kinderen ook. Dus zij kan iets doen die mij kan raken, maar ik hoef haar niet te vertellen. Maar dan weet ik, hey, er zit nog iets hier. Ja. Snap je? Ik kan aan mijn kinderen zien van vertrouwen ze het wel. Snap je? Gaat het goed? Maar dat is ook voor mij dat ik weet dat ik klaar ben om in een nieuwe huwelijk in te stappen. Omdat het je nog steeds raakt? Nee, dan weet ik dat bepaalde dingen mij niet raakt. Dan weet ik dat ik dat het stukje heb losgelaten. Okay. Een stukje en als het je wel raakt? Dan weet ik dat ik nog ermee moet dealen. Dat je nog werkt. En heb je het gevoel dat het je op bepaalde momenten nog raakt? In het begin, zeker toen ik Safir heb leren kennen, ze deed dingen die ik dacht van, alarmbellen. Even wachten. Even voor de duidelijkheid, Safir is een nieuwe liefde. Snap je? Ja. Het was voor mij van, wacht even. Oké, jij doet ook dingen. Misschien moet je aan dingen werken en ik moet dingen opruimen, anders kan ik jou niet. Met jou kan bouwen vanuit man, vrouw zijn in het huwelijk. Mm. Waarom? Als ik niet met dit stukje deel, dan ga ik je zeggen, ja, maar je doet zo net de moeder. Je praat net als haar. Ja. En dat gaat in alle lijnen, met koken tot lichamelijk contact. Mm. Het laatste wat je natuurlijk wilt, is het belast uit het verleden meenemen naar een nieuw iets. En hoe neem je dat niet mee? Ja. Door ermee te dealen. Jezelf afvragen, hey, heb je het geest van het vrouw, dus vrouw, niet zij, hè, niet de moeder, maar vrouw, heb je dat vergeven? Is dat eruit? Ja. Snap je, in hoeverre is dat eruit dat je een vrouw kan toevertrouwen? En omdat het op die vraag is, ja. Ja, zeker heb ik daarmee gedeeld. Ja. Snap je? Dat is in alles zo. Het identiteit van jezelf, als man zijnde, zou ik ook voor haar goed kunnen doen. Heb ik dat stukje ook daarmee gedeeld? Omdat ik weet niet als ik als man goed vaar is, maar als zij ook haar oude relaties, of niet, of 1 of 10 is, daarmee heb gedeeld, kan je het nieuwe ontvangen. Ja. Snap je? Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je moet ermee dealen. Weet van, omdat als hij tegen mij zegt, maar Jay, je bent eigenlijk getrouwd en je snurkt net als mijn ex. Ja. Dan weet je dat daar nog even... Waarom zou je dat meenemen in je huwelijk? Ja. Dus dan kom je terug op het stuk dat wanneer God zegt, het verbindenis is mooi. Ja. Snap je? Het lichamelijk contact in het huwelijk is mooi. Maar je moet ermee dealen. Je gaat het pas ontdekken daar. Maar hoe ver ben ik gezond om te bouwen? In hoe ver ben ik gezond om te zeggen ja? Om een nieuw fundament te leggen. Te bouwen met z'n tweeën. Ja. Buiten de kinderen. Ja. Om daarnaast de kinderen, ze gaan eigenlijk het huis uit. Ja. Snap je wat ik bedoel? Het zomaar een nieuwe kind in het gezin komen. Ja. De kinderen kunnen daarop heel erg negatief reageren. Ofwel, snap je, zij, het kan flashback bij mij brengen, vandaar gaat ze mij ook verlaten. Of mijn kinderen kunnen opmerken, ja, papa, dadelijk gaat ze ook weg. Snap je? Die angst is er echt in het begin geweest, op het moment dat ik ze heb verteld, van papa vindt iemand leuk. Ja. Danilo, mijn zoon, was het eerste die zei, pa, maar stel gaat ze je weglaten. Mm. Als ze voor, ga je echt trouwen met haar? Weet je dit en dit en dat? Ja. Zus en zo, dat was het begin van de vrouw. Talita was van, ja, ik kom een vrouw in een veilige omgeving. Ja. Mijn eigen moederlijn is er niet. Ja. Dan komt een buitenstaande vrouw ja. in mijn leven. Hoe? Dus ik ben daar ook gaan vissen. Oké, Talita, we gaan praten. Omdat, dit is de reden waardoor ik papier heb geleerd. Dit is kind, dit is een vrouw. Dit kan jij niet vullen. Dat je moet zus, je bent mijn dochter. En zij, als het gezond is, zal de tijd zelf zien hoe jullie band is. En op een gegeven moment ga je een stuk over. Hè. Ik heb een brug gebouwd en dan zie ik dat je alleen met haar bent aan het communiceren over de vrouwelijke dingen. Ja. Snap je? Papa is daar niet meer in dat diepgaande gesprek. Ja. Maar papa weet het wel. Ja. En hoe weet je dat het gezond is? Op het moment dat zij mij gaat vertellen dat Talita dit met mij overgenomen. Mm. Ja. Weet je, Talita heeft de tijd, de ruimte, de plek gerespecteerd. Ja. Begrijp je? Ja. En dan weet ik als vader, Jay, je hebt het goed gedaan. Ja, ja, ja. Snap je? En dan is het moment dat ik vader, dank u Jezus. Ja, ja. Van, weet je, dat is mijn kinologie weer van, nee, dit is goed, dit gaat goed, dit is wat ik bedoel. Maar ik kan haar niet vertellen, zij is beter dan je moeder. Nee. Snap je, zij kan ik niet, dat is niet mijn ding. Maar dat is ook niet... Dat
vertel eens, wat voel je voor deze nieuwe liefde? Ja, omschrijf eens wat de impact is. Nou ja, zij laat zien wie zij is. Zij is een diamant. Zij is een saffier. Haar naam is ook Safira, snap je? Zij is geslepen en het kleur gegeven die God als Safira heeft gegeven. Mm. Snap je? En het was voor mij heel veel van ook respecteer een persoon die wie zij is. Mm. En zie het gezonde vrouw in haar. Mm. Snap je? Omdat ik ben iemand, heb ik vanaf het begin, ik geloof niet in het uiterlijk. Mm. Snap je? Laan haar, dit, zus, met of zonder make-up en al. Daar geloof ik niet in. Mm. Ik geloof in het vrouw, ja, die je bent. Ja. Snap je? Dat vrouw, is dat vrouw gezond? Heeft dat vrouw liefde voor haarzelf? Mm. Omdat je niet van jezelf houdt, kan je dat nooit aan mij geven. Nee, tuurlijk niet. Hoe voelt ze jou aan? We wonen niet samen. Ja. Maar het moment dat ik zeg van, joh, hoe zie jij dit? Omdat ik moet dat, heb je ruimte voor? Kan ik daar, snap je? Ik wil meer gaan werken. Kan je 's ochtends die kinderen voor mij opvangen, dat ik eerder uit huis kan gaan? Snap je? Ja, maar dan heb ik een nachtdienst. En daar komt het, hè? Ja, ik kom uit de nachtdienst, ben ik dan. Dan rijd ik door naar je huis en dan rijd ik even langs huis, pak ik mijn, weet je, wat spullen. Mm-hmm. En het mooiste is, Jema, is het wel mogelijk, als ik naar school ga, kan ik in jouw huis douchen? Dat is stap 1. Wow. Dat je respect hebt. Ze vragen. Snap je? Ze gaan er niet vanuit. Nee. En als je daar vanuit gaat, dan is het al fout. Ja. Snap je? En dat heeft me zonde in haar onbewustheid. Ja. Dat heeft mij geraakt. Ik denk, ze vraagt mij als ze in ons huis kan douchen. Dus dat betekent dat ik een verantwoordelijkheid moet ik al de kinderen gaan vertellen. Ja. Omdat ik ben, als het moment dat zij komt, wij switchen, snap je? Ja. Talita zal misschien later beginnen. Die denkt, zij gaat om de douche. Ja, dus mijn verantwoordelijkheid is, luister, morgenochtend gaat papa heel vroeg weg. Ja. Ze vieren komt bij de nachtdienst. Ja. En zij rijdt landshuis, dat is de waarheid. Ze gaat wat spullen pakken, dat ze hier kan even douchen. Ja. Maar dan weten jullie dat ze even de badkamer ingaat. Ja. En daar zal ze zichzelf aankleden. Ik dacht al, misschien gaat ze in mijn kamer. Ja. Ik was je voor. Ja. Omdat als je met God bent, God zegt, ga de berg. I love it. Snap je? I love you need it. To go. I love it. Ja. Snap je? En omdat jij eerder bent, kan je hun al hun hart bewaken. Ja. Omdat, Danilo die al zei, maar dan gaan ze in onze kamer kijken. Ik zeg, nee, maar daar. Snap je dus je? Het machtige hier aan vind ik, de gemiddelde mens zou hier niet eens nadenken. Dat is ook normaal. Maar jij bent zo sensitief op wat mogelijk, wat voor impact het op je kinderen kan hebben. Je neemt het niet als normaal. Ja, omdat ik. En dan trek je ook iemand, dus heb je nu iemand aangetrokken die dat dus ook ziet. Ook die over nadenkt. Ja, snap je? Kijk, en ik geloof dat als je respect kan geven in elke vorm, zeg het nu mij aan hoe jij in je eigen huis bent. Snap je dat je niet fijn dan vind je niet fijn als mensen zomaar bij je huis komen of binnenstort of mijn kinderen iemands karakter. Snap je? En dat was omdat als ze niet kon, dan zeg ik nee, dat kan niet, weet je, ik vind het misschien niet goed voor de kinderen. Dan weet ik dat ik misschien een half uurtje later uit huis kan gaan. Dat zij zeggen, nou dan moet ik thuis even douchen. En dat is altijd wel gebeurd, maar dit was oké, je moet eerder, maar is er een mogelijk dat ik kan douchen in je huis? Snap je? Dus er is elke keer het moment van. En wat vind je van je publiek leven? Nee, maar inmiddels ben je ook natuurlijk een publiek figuur. Ja, dat is. Als er af en toe bij is, dan. Ja, nee, zij kan daarin maakt ze echt die schakeling van. Kijk, dit is een deel van jouw leven. Ja. Dan moet ik accepteren, ik sta er gewoon hier. Okay. Jij doet wat jij moet doen, maar ik sta hier. Zij is ook niet van de media en noem maar op, hoef haar niet. Maar ik heb tegen haar gezegd: respect voor de media is wel dat ik jou moet respecteren. Aantonen dat er respect is. Ja. Snap je? Ja. En dat is belangrijk. Ik zeg niet op elke video moet je erin en doe maar op. Nee, maar ze moeten respect hebben voor het aangezicht, vooral die nu voor de kinderen, hè, naast mij, voor de kinderen wil zijn en die en doet en enzovoort. Ja. Snap je? En ook voor jou. Of voor mij. Ja. Dan ben je later in het stuk, dan ga je verder. Ik was aan het slapen. Het was een zaterdag. En dit is ook zo mooi. Dit zegt weer, ik ga naar mijn oudste zoon. Hè? Mijn zoon die de hele tijd de gordijn in begin zo van, weet je, dadelijk gaat ze ons verlaten of noem maar op. Hij heeft heel lang meegeduurd, heel veel gehuild erover. Hij was gewoon bang. Mm.
Luister goed dat ik zo lang voor heb gebeden. Ik heb gevast ervoor van vader, help hem, breek met hem door. Want ik kan hem niet. Ik kan alleen bruggen bouwen voor hem. Ik was aan het slapen. We wisten van zaterdag heeft niemand sport. Dat liet ook niet trainen. Vrije zaterdag voor mij. Ken je dat? Dus ik ben vrijdagavond. Ik ben vrijdagavond. Ben ik tot 2 uur op mijn kleren gewassen. Ja. Wetende dat ik 's ochtends kan uitslapen. Ken je dat? Felix die wou een zo'n slaapfeestje. Met Talita in de kamer en tent. En weet je, matras en noem maar op. Laken en met zijn zus slapen. Die jongens, ik dacht, Kiko, jawel hoor. Snap je? Alles gewassen. Huis beneden opgeruimd, gedweld, alles. Ik denk dat ik 's ochtends. Weet je, het is oké, ik was aan het slapen. Luister. Mijn huis ruikt naar ontbijt. Ik krijg. Ik denk, ik krijg ijsbeer. Weet je toch? Ik zit zo op mijn bed voor in het toilet. Ik hoor haar stem beneden. Ik denk, wacht even. Ik zeg, wie is daar beneden? Toen komt Danilo naar boven. Maar, nou weet je dat hij zich thuis voelt. Na alles wat hij heeft meegemaakt. Nou weet je dat het gezond is. Die man komt naar boven. Ik was in het toilet. Dus ik riep dat. Wie is daar beneden? En ik ging naar het toilet. Nou, ik herken die stem. Ja, ja. Maar ik denk, wacht even. Iets. Ja. Wat is dat ding? Ja. Dus ik ging naar het toilet. Maar ik keek zo dan liep de kamer in. Ik denk, die meiden zijn er al eruit. Weet je? Ik denk, opgeruimd. Oké. Okay. Je denkt, je doet goed op als je wakker bent, heb je spullen op. Dus ik sta te plassen, hij staat bij de deur zo op en hij zegt, papa, en de nieuwe. Ik zeg, ja, ik zeg, wie is beneden? Ja, papa. Ik zeg, ja, wacht, wij, ik doe de deur open, ik was klaar. Ik ging naar de badkamer zo, ging staan. Hij zegt, ja, ik heb zo, wij, dus hij was echt aan het zoeken van, hoe ga je tegen mijn vader zeggen? Ja, precies. Ik zeg, wat is er? Wie is beneden? Hij zegt, nou ja, ik had trek in een broodje ei. En wij gingen als Safira berichten sturen als hij ontbijt wil maken voor ons. Snap je? En dan denk ik dat van hem komt, dat dan het, weten dat dat is, weet je hoeveel dat zegt over hem? Snap je? Ja. En ik zeg, wat? Ze zegt, ja, dus zij was net klaar met trainen. Ze zegt, ze kan sowieso laat zijn. Maar ze vroeg, mocht het van papa? Heb je papa? Toen zei hij van, nee, omdat papa zo lekker sliep, we wouden hem niet te wakker maken. Dus je had die aarzeling even een beetje aftasten van, oké, maar wat ga je er nu van zeggen? Ja, snap je wat ik bedoel? En ze zegt, oké, is goed, lief, dan kom ik eraan. Snap je? En ze is dan, zij heeft haar verantwoordelijk wel uitgelegd naar de kinderen. Oké, weet je, ik moet wel douchen en noem maar op. En dan kom ik en s'avond, ik moet daarna naar een verjaardag, zo moesten, dus ik kom wel. En toen kon ik met een gerust hart mijn badkamer in, naar beneden en zie haar. En ik zeg, oké. Weet je, en ze waren nog een beetje bezig en noem maar op. En ik kon haar gewoon groeten vanuit de respect. Ik zeg, goedemorgen heb ik gewerkt. Het is werkverschillend, weet je. Maar dat heeft iets gezegd over mijn kinderen in een korte periode. Ja. Maar dit vind ik echt een behoorlijke uitdaging, want jij hebt niet de luxury om zeg maar te daten buiten de context van je kinderen. We hebben nog geen dag met z'n tweeën kunnen daten. Dus zonder zeker te weten if she's the one, moet je haar wel gelijk in je context toelaten. Ja, precies. Met alle fears van, wat je net beschreef. Dat is het enige datingsveld. Ja, maar dus je weet dat de possibility er is van, het klinkt misschien niet, dus gaat ze inderdaad weg met geen hij bang voor is. Ja, wat dat lijkt me een behoorlijke uitdaging. Ja, maar hoe ben je daarmee gedeeld? Nee, voor mij was het, het is weer een punt van bevestiging als vader zijn staan en je kinderen zorgen en doen en uitleggen, vergeven. Vergeef je moeder. Snap je? En respect voor je eigen moeder, maar accepteer het nieuwe situatie. Ja. Laat los. Ja. Ga verder. Ja. Snap je? En dat is belangrijk. Dat is in alles zo. Je wint een keertje met je wedstrijd. Ja. Je verliest ook een keertje. Ja. Maar dat zegt niks over de voetbalclub. Ja. Snap je? Dus het huwelijk is gezond. Hoe ga jij? Hoe sta jij erin? Ja, natuurlijk is het huwelijk, maar inderdaad. Jay, man, je inspireert ons. Ja. En we zijn enorm trots dat je tijd vrijgemaakt hebt om hier te zijn. En ik weet dat jou altijd druk hier had ik moeten zijn. Ja. En, want jij wordt gezonden en jij staat in dienst van iets groters. En persoonlijk, en ik weet zeker dat ik voor Lucien ook spreek, ben jij een
voorbeeldfiguur. Jij bent iemand die niet alleen maar heeft ontdekt wat de kracht van jouw hart is, maar er ook naar is gaan leven. Ja, dat kiezen zeker. Je kiest om je hart verlangen te volgen en om je verantwoordelijkheden te nemen. Ja. En je doet daarin uitzonderlijk werk, wat eigenlijk niet uitzonderlijk zou moeten zijn. Mm-hmm. Want wat jij doet is, en wat jij geeft aan je kinderen bijvoorbeeld, is wat elk kind verdient te krijgen van zijn of haar ouders. Verzorgen. En jouw dienstbare opstelling is voor mij een verrijking om dat te willen delen met anderen. Met vaders in dit geval in het bijzonder. Want ik geloof dat jij het voorbeeld bent van hoe een vader minimaal moet zijn. Dus dankjewel daarvoor. Alsjeblieft. Ja, absoluut. Zeker. Absoluut. Zeker. Ja, absoluut. Zeker, man. Kun je ze blijven maken. En ik, weet je, it feels like we could talk for hours. Hours, ja. En dat we easily in deel 2 zouden kunnen doen. Ja, heel goed. Over de tijd. Maakt niet uit, want de inhoud van dit gesprek was het zeker meer dan waard. Ja. En ik ga het gewoon uitspreken. Ik zou je echt graag nog een keer willen spreken. En misschien over hele andere dingen rondom man zijn. Maar dit was al zo veel waard. En absoluut. Ons dank is groot dat je inderdaad zeker de tijd hebt genomen. Zie je drukke schema en alles wat er buiten en rondom jouw context gebeurt. Ja. Dus dank je wel. En ik weet zeker dat de mannen die dit zullen zien absoluut geïnspireerd gaan raken. En ik het, hè. Omdat je weet, voor de anderen is het drama. En zo doe ik het. Ja, maar daarom zijn ze geïnspireerd. Ja. Want iedereen kan daar iets uithalen en invullen hoe het voor hem werkt. Ja, precies. Ik wil nog tenslotte wel een anekdote meegeven. Toen wij elkaar voor het eerst hadden gesproken om dit te gaan doen, toen waren wij heel erg vanuit ons concept jou aan het benaderen. Van, ja, we doen Zoom-sessies, we doen dit en dat. En jij reageerde, oké, leuk, maar wanneer gaan we het moeten? We doen Zoom-sessies. Digitaal, op afstand, weet je wel. Voor de beeldvorming, dat we op afstand van elkaar zitten. Jij zei, wanneer gaan we het moeten? Wanneer komen we samen? Wanneer gaan we zitten? En ik weet dat voor ons was het een heel ding, want wij dachten van, oké, maar hoe gaan we het doen dan? Want dan gaan we zitten met die man en ik denk, deze man is een man van dichtbij. Hoe gaan we dat doen? Coronatijd, alles. Maar weet je wat ik ook wil zeggen? Dat je hebt ons ook geleerd daarmee om verder uit je comfortzone te gaan. Maar om vooral te doen wat goed voelt. Weet je, soms is het heel moeilijk om dat gevoel te volgen. Maar als je te pakken hebt wat puur is, dan volg je dat gewoon. En ik moet zeggen dat we hebben dit gedaan. We zitten zo dicht bij elkaar. En we voelen die connectie daardoor nog sterker. Mm-hmm. En ik ben blij dat we het op deze manier gedaan hebben. Absoluut. Absoluut. 100%. Ja, man. That's for real. Dit was onze Zoom-session met Papa J. Till next time.